Ik ben Lotte van Humbeek en ik geef hier op school Nederlands, Engels en een beetje geschiedenis. Ik ben zeer gepassioneerd door lesgeven, vandaar dat ik ook dansles geef. Brug 7 is eigenlijk bedoeld om een figuurlijke brug te slaan voor heel veel leerlingen die anders de overstap naar het hoger onderwijs niet zouden zien zitten. Dus leerlingen die uit een BSO-richting komen en die angst hebben dat ze het hoger onderwijs niet zouden aankunnen. Wel, de bedoeling is dat de leerlingen die dus geslaagd zijn in BSO-richting of die een specialisatiejaar al achter de rug hebben, dat die zich inschrijven en dan gaan we de theorie die zij eigenlijk gemist hebben in een BSO-richting, gaan we die opnieuw aanreiken. Dus we gaan de praktische insteek die zij hadden bij een BSO-richting, gaan we omkeren naar een veel theoretischere aanpak, waarbij vakken zoals wiskunde, talen en wetenschappen veel centraler gaan staan. Wat heel belangrijk is om die overstap mogelijk te maken en dus wat de richting verder nog omvat, is het afleggen van examens, veel grotere hoeveelheden leerstof. En we focussen ook natuurlijk op de toekomst die na het studeren komt. Dus het solliciteren en wat gaan ze moeten doen eenmaal dat ze op de hogeschool zitten, bronvermelding, teksten lezen, alles wat ze daar nodig gaan hebben. Ik vind deze school heel fijn, want de sfeer heel goed is. De leerkrachten hangen heel erg samen. Er wordt echt aan naar één doel gewerkt. Er wordt echt naar de leerlingen gekeken. Ik vind persoonlijk heel positief dat de leerlingenbegeleiding heel sterk is. We doen alles in functie van de leerlingen. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is.